Klaar voor Lana? Ik zie een visje. Wat doen jullie, jongens? Pootje baden. Pootje baden, dat is echt gekke werk met onweer. Jongens, we hebben nu één oproep vandaag. Vandaag hebben we er twee binnengekregen. Oh. En deze dames hebben allebei hetzelfde probleem. Dus we gaan naar twee video's kijken. Hoi kinderen voor kinderen, ik ben Kato, ik ben 10 jaar. Ik woon in Oud-Beijland, dat ligt in de provincie Zuid-Holland. Hallo, ik ben Pita, ik ben 9 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Ik ben heel erg bang voor onweer. En als het onweert, vind ik de bliksem het altijd het engst. Ook als het begint te regenen, word ik eigenlijk al steeds meer bang. En vaak ga ik dan bij mijn ouders in bed liggen om daar dan te gaan slapen. Dan denk ik altijd dat er een elektriciteerstroom door je huis kan stromen. En mijn vraag voor jullie is niet eigenlijk... Kinderen voor kinderen, kunnen jullie mij helpen? Kunnen jullie mij daarmee helpen? Ja, bang voor onweer. Wie is wel eens bang geweest dat de bliksem zou inslaan op je huis? De buren van mij waren op vakantie. En toen was het dus aan het onweren. En toen was er een blikseminslag in het huis. Nee. En toen het hele huis in de fik. Nee. En er is nog echt zo'n klein stukje van het huis over. Wat? Nu ben ik ook bang. Ja. Ja. Wie heeft iets van, ja, onweer, het doet me eigenlijk niet zoveel. Het boeit me niet. Soms als ik gewoon in bed lig en dan hoor ik het, dan kijk ik altijd aan mijn raam om het juist te zien. Ik vind het juist cool om het te zien. Ja, precies. Ik ben eigenlijk ook niet echt bang. Ik schrik wel een beetje, gewoon als het ineens komt als je een film kijkt of zo. Maar daarna denk ik gewoon, stel het niet eens voor eigenlijk. Want weet je hoe bliksem komt? Je zit en dan is het... Ik denk wel dat we met jullie kracht en ook wel een beetje jullie eigen angst voor onweer een actieplan kunnen bedenken voor deze twee dames. Zeker. Toch? Ja. Ja. Oké, jongens, kom op, aan de slag. Yes. Ja, ja, ja. Als ik nu afga, ben ik echt aan het rennen. Hey, Birma Jordi. We hebben je nodig. Kan je vandaag nog? Ja, joh, tuurlijk kan dat. Oké, is goed. Doei, tot zo. Raisha. Vertel, wat hebben jullie geregeld? We hebben afgesproken met Wim en Jordi. Hij gaat ons alles vertellen over onweer, wat we wel en niet moeten doen. Hey, high five, lekker bezig. Oké, dan ga ik alvast naar Wim en Jordi en dan zie ik jullie later. Hallo dames. Oh. Alles goed? Ja. Ja? Oké, er is een probleem vandaag. Hoe lang zijn jullie al bang voor onweer? Ik denk ik al bijna mijn hele leven. Oh jee, en jij? Ik sinds een vakantie, maar ik weet niet precies hoe lang geleden dat is. Wat is er gebeurd op die vakantie? Nou, ik wist dat het ging onweren en ik had afgesproken om naar een vriendinnetje te gaan op de camping. En ja, ik ging daar naartoe en toen ging het opeens keihard nog harder onweren. En ze stond op een heel open veld aan het water. En ik denk, sindsdien ben ik eigenlijk bang voor onweer. Is iedereen bij jullie thuis bang voor onweer? Nou, nee, ik ben een van de enigen, want mijn bonusvader die gaat altijd met mijn broer gewoon naar buiten als het onweert, want zij vinden het heel mooi met bliksem en flitsen en dat soort dingen. Maar dan vind ik het heel eng, dus dan ga ik bij mijn moeder zitten. Oh, dus hun zijn een beetje fan van de onweer. Ja. That's crazy. Vind je dat niet gek? Wel een beetje. Oké, dames, vandaag gaan we proberen om jullie over jullie angst heen te helpen. Dat gaan we niet alleen doen, want hier in het veld staat Weerman Jordi. Dus let's go. Hallo Jordi. Hallo. Ik zie donkere wolken daarachter. Is het allemaal nog veilig? Nou, het is nog wel veilig, denk ik. Maar als die wolken nog wat donkerder worden, ja, dan kan het nog wel eens een onweersbui zijn. Maar ik denk dat we nu nog wel veilig zitten, ja. En weet je wat je moet doen als het onweert? Op je heuken zitten zo klein mogelijk. Waarom? Onweer zoekt altijd de makkelijkste weg naar beneden en zoekt het hoogste punt om op in te slaan. En als jij in een weiland staat, ben jij het hoogste punt. Dus hoe kleiner je je maakt, hoe kleiner de kans is dat de bliksem jou weet te vinden. Maar ik heb dan iets. Moet je niet zo snel mogelijk ervoor zorgen dat je wegkomt? Nou, het beste is als je de onweersbuien al aan hoort komen, dat je dan al weg bent. Maar als het echt heel dichtbij is, je ziet de flitsen om je heen inslaan, dan is het eigenlijk al te laat. Dat is levensgevaarlijk. Ga dus ook niet in een tent midden in de wei. Want ja, ook daar kan de bliksem inslaan. Jongens, wat doen jullie hier? Ja, ik zou wel oppassen, want dit is heel gevaarlijk tijdens een onweersbui in een tent zitten. Ik weet, jullie zijn totaal niet bang voor onweer. Nee.
Helemaal niks? Op de schaal van 0 tot 10? Helemaal niks, nee. Mijn moeder zegt altijd dat je het veiligste bent in een auto. Klopt dat eigenlijk? Dat klopt inderdaad. Een auto is namelijk een soort van een kooi. Als de bliksem op de auto inslaat, gaat de stroom via de zijkant, via de rubberen wielen, de grond in en ben je gewoon veilig. Dus kan er niks gebeuren, moet je wel je raam dicht doen. En er is gewoon nog een fabeltje. Sommige mensen denken namelijk dat je auto onder stroom blijft staan totdat je een paaltje raakt. Dat is niet waar. Een paaltje? Dus, ja, maar dat is niet waar. De stroom gaat gewoon via de wielen de grond in en ben je gewoon veilig. Dat is een hele rare theorie ook. Dan rij je toch je auto kroeg. Precies, dat moet je helemaal niet doen. Hey, en jij gaat vaak op vakantie? Ja, klopt. Met de camper? Ja, en is dat dan wel veilig? Nou, dat ligt een beetje aan wat voor camper je hebt. Kijk, deze heeft metaal, net als een auto. Dus hier ben je gewoon veilig. De bliksem gaat als een kooi eromheen en via de wielen de grond in. Maar heb je nou een hele oude camper van hout of piepschuim? Ja, dat is levensgevaarlijk. Ik durf alles aan. Ben je klaar voor Lana? Ik zie een visje. Wat doen jullie, jongens? Bootje baden. Bootje baden, dat is echt gekke werk met onweer. Als de bliksem in het water inslaat, staat alles onder stroom en krijgen ook jullie stroom door het water. Oh. Wow. Het water kan heel goed stroom glijden. Volgens mij weten we nu precies wat we niet moeten doen, hè? Ja. En met deze tips, voelen jullie ook een beetje veiliger als het straks echt losbreekt? Ja, ja, ik denk het wel, ja. Beetje minder bang? Ja. Ja. Oké, dan Jordi. Gelukkig maar. Dankjewel. Oké, dan. De dames hebben verschillende tips gekregen. Maar of ze echt van hun angst af zijn, dat weet ik niet helemaal. Eigenlijk moeten ze gewoon dichter bij onweer komen. Ja, dichter bij onweer komen. Nou, hier is veel, hè. Er zijn wolken, er is gras, er zijn schapen. Maar onweer, dat zit er niet aan te komen. Ja, dan moeten jullie gewoon onweer opzoeken. Jullie moeten naar Judith, want die werkt in het Science Museum. Oké, we gaan het opzoeken. Scary, let's go! Hey, Judith! Hallo? Judith? Nu is het tijd om zelf bliksem te maken. Kom, jullie moeten hier zijn. Als dat maar goed gaat. Hallo. Hoi allemaal. Je mag even die ballon een paar keer hard over deze wollen trui wrijven. Onder het spookje? Ja, kijk. Hij vloog even, hè? Zie je, nu gaat hij echt omhoog. Hoe denken jullie dat dit een beetje werkt? Statisch. Statisch, ja. Precies, dat noem je statisch. En bliksem is eigenlijk ook statische elektriciteit. Nou, en hoe dat zit, kan ik jullie hier uitleggen. Het is een beetje gevaarlijk, want van deze twee apparaten kun je allebei best wel een heftige schok krijgen. Vinden jullie dit spannend, dames? Beetje. Ja, wel een beetje. Dat je een heel harde schok kan krijgen. Oké, en als ik hem aan heb staan, mag je hem niet meer aanraken. Nou, meiden. Durven jullie het aan? Ga maar eerst. Ik ga eerst. Mag ik wel de onderkant aanraken? Ja, ja. Kijk eens. Oh, je ziet hele kleine bliksemschichtjes. Ja. Je hebt zelf bliksem gemaakt. Ja, dat voelt wel gek. Dat jij de baas bent eigenlijk over de bliksem. Ja. Ben jij er klaar voor? Ja. Oh, dat voelt heel gek. Alsof er heel veel hagel tegen je huis aan gaat. Ja. Als ik getaserd word. Hou hem er maar tegenaan. Zo, je hebt het gewoon gedaan. Nou, supergoed, meiden. Dat is bliksem in het klein, maar jullie hebben daar nu wel gewoon al heel dichtbij gestaan. Hoe voelde dat? Ik vond het wel spannend. Ik vond het cool. Is het cool? Ook wel cool. Oké, het is gewoon gelukt. We hebben bliksem gemaakt, maar het was best wel klein. We hebben nog iets groters nodig. Ja, er is iets heel vet gaafs. Oeh, wat is het? Het is bij jullie om de hoek. Ik hoop dat ze daar een beetje dichtbij proberen te komen. Oké, okay, dan jongens. We gaan er naartoe. Uit het zilveren gedeelte komen zo direct bliksemschichten. Maar doordat er zo'n ijzeren kooi omheen staat, kan het er niet uit. Dichter bij onweer dan dit kan je nooit komen in het echt natuurlijk, hè? Hou elkaar vast. Durf jullie nog een stapje dichterbij? Zeker. Kijk, heel goed. 3, 2, 1. Wow. Durf jullie nog een beetje dichterbij? En jullie raken het zelfs aan. Nou, dat was hem. Wow. Supergoed. Ook heel goed. Ik denk dat we niet dichter dan bliksem gaan komen dan vandaag. Tenzij je met je tent in een open veld gaat slapen. Maar dat gaan jullie niet doen, toch? Nee. En jullie hebben zelfs bliksem gemaakt vandaag. Zijn jullie een beetje tot rust gekomen van binnen? Denk het wel. Ja. Ja? Wat ik jullie nog wil meegeven is, als het bliksemt, ga lekker een boekje lezen. Doe een koptelefoon op. Ontspan.
Dan ben ik super trots op jullie. En op jullie ook. Ja toch? Shout-out naar Judith. En hey, bij de headquarter, dank man. Want zonder jullie was het niet gelukt. Hè? Ja.